Rinus van Droog Trainen Academie en in deze video gaan we het hebben over diet breaks. Dieetpauze in het Nederlands, zo noem ik het eigenlijk nooit, ik noem het altijd een diet break als ik het uitleg. Maar het is eigenlijk een dieetpauze. En in deze video ga ik uitleggen wat het is en hoe jij het toe kan passen om ervoor te zorgen dat jij meer vet kan verliezen op de lange termijn. In deze video gaan we het dus hebben over diet breaks. En ik ben eigenlijk op dit idee van deze video gekomen naar aanleiding van een mail die ik kreeg van Kevin. En Kevin die stuurde mij de volgende mail. Hij zei: ik ben 4 weken bezig met jullie programma. Ik ben zelfstandig aan de slag gegaan. En ik ben binnen 4 weken 4 kilo afgevallen. Wat natuurlijk een super mooie prestatie is. Alleen nu in de 4e week voel ik mij, met name tijdens mijn werk, enorm energie- en futloos. Dus ik heb geen energie meer, het beïnvloedt mijn leven en ik voel me er niet meer prettig bij. En dat is eigenlijk de reden waarom ik deze video maak, want ik heb hem natuurlijk antwoord gegeven via de mail. Maar dat is de reden waarom ik nu een video maak over diet breaks, over een dieetpauze. Misschien is het eerst handig om uit te leggen wat een dieetpauze dan is. Een dieetpauze is eigenlijk een korte, relatief korte periode van een week, maximaal 2 weken... waarin we teruggaan naar onze onderhoudscalorieën om ervoor te zorgen dat we ons lichaam de tijd geven om iets of wat te herstellen van het calorietekort wat we daarvoor hebben toegepast. En dat is niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Op het moment dat wij in een calorietekort zitten, en met name langdurig in een calorietekort, dan kan dit negatieve invloeden hebben op van alles. Meer honger, een trage metabolisme, dus een metabolisme wat zich aanpast, waardoor je verbruiken minder hoog ligt, je humeur wat achteruit gaat, minder energie, futloos zijn, etc. Allemaal invloeden die een energietekort, een calorietekort op lange termijn kan hebben. Daarom adviseren wij onze klanten ook om nooit langer dan 12 tot 16 weken aaneengesloten in een calorietekort te blijven. Want hoe langer jij in een calorietekort blijft, en met name ook hoe meer vet jij in één keer afvalt en hoe lager jouw vetpercentage wordt, hoe groter die invloeden zullen worden. Dus je krijgt iedere keer meer honger, met name als je een lager vetpercentage krijgt. Ja, je humeur is niet altijd even vrolijk, want een calorietekort is niet altijd even leuk. Jouw lichaam gaat metabole adapties doen, dus die gaat jouw metabolisme aanpassen, zodat dat calorietekort steeds meer verkleind wordt. Want in essentie vindt jouw lichaam een calorietekort helemaal niet leuk. Dus jouw lichaam wil het liefst niet in een calorietekort zijn, want die denkt gewoon, hé, er komt stelselmatig te weinig voeding binnen en wij gaan richting de afgrond. Dus dat is niet de bedoeling. Jouw lichaam weet namelijk niet dat jij bezig bent met een modern dieet om er beter uit te zien. Die denkt gewoon dat het de foute kant op gaat. Is natuurlijk niet zo, want een calorietekort is niks gevaarlijks aan. Maar dat zijn wel de invloeden, de negatieve invloeden die een calorietekort kan hebben. En als je dat op een gegeven moment hebt, net zoals Kevin had, en die had dat al na 4 weken, dan is het tijd om daar iets aan te doen. En in het geval van Kevin had hij dus binnen 4 weken was hij 4 kilo kwijtgeraakt. En dat zegt mij eigenlijk dat zijn calorietekort in het begin eigenlijk te groot is geweest. Heel veel mensen gaan zelfstandig met ons vetverliesprogramma aan de gang. Daar zit dan een macrocalculator bij. En die macrocalculator die berekent dan voor hun, op basis van de waarden die hun ingeven, het calorietekort. En in het geval van Kevin, heb ik ook tegen hem gezegd, is zijn calorietekort in het begin te groot geweest. Wij adviseren altijd om niet meer dan ongeveer een halve kilo per week aan vet te verliezen. Omdat die metabole adapties en al die andere negatieve invloeden die zo'n calorietekort dan kan hebben, minder lang duren voordat die zeg maar echt invloed beginnen te krijgen. Dat calorietekort moet dus niet te groot zijn, want hoe groter dat calorietekort en hoe meer bijvoorbeeld jij cardio doet en dat soort dingen, hoe sneller dat invloed kan hebben. Ons advies is ook altijd om zo lang mogelijk zoveel mogelijk te blijven eten in een calorietekort. En ervoor probeer te zorgen om cardio te minimaliseren tot het punt waar het echt nodig is. Dus als je op een gegeven moment tegen een plateau aankomt en je hebt qua voeding heb je niet meer heel veel ruimte in je calorieën, dan zou je bijvoorbeeld extra cardio kunnen doen om ervoor te zorgen dat dat calorietekort toch weer vergroot wordt. En dat je dan toch dat laatste beetje vet verliest, want heel vaak is dat bij een lager vetpercentage. Dan kan je cardio gebruiken als middel om zeg maar toch dat laatste vet te verliezen. Maar dat een calorietekort negatieve invloeden heeft, mag duidelijk zijn. En daar zijn dieetbreaks of dieetpauzen, hoe je het ook wil noemen, die zijn daar super handig voor. In het geval van Kevin was hij pas 4 weken bezig. En toen waren er al negatieve invloeden. Dus hij voelde zich energie- en futloos. En wat ik hem dus aan heb geraden is om 2 weken lang een dieetbreak te doen op zijn huidige onderhoudscalorieën. Dus je moet je voorstellen, op het moment dat Kevin begonnen is met vetvlies, heeft hij zijn calorieën berekend. En die zijn berekend op basis van zijn onderhoudscalorieën die hij toen had. Dus onderhoudscalorieën zijn de calorieën waarbij jij dus geen massa verliest, geen massa erbij krijgt. Dus je blijft eigenlijk een soort van neutraal. Dat zijn je onderhoudscalorieën. En die waren op dat moment voor hem op 4 kilogram zwaarder. In 4 weken tijd is hij dus die 4 kilogram afgevallen. En dat heeft dus invloed gehad op zijn metabolisme. En dus ook op zijn energielevel. Hij moet dan zijn nieuwe onderhoudscalorieën gebruiken. Dus wat hij moet doen, en wat ik hem ook heb aangeraden, is om die macrocalculator opnieuw erbij te pakken en zijn nieuwe onderhoudscalorieën te berekenen op zijn nieuwe gewicht. Ik heb hem ook aangeraden om de volgende keer dat hij weer vet gaat verliezen na zijn dieetbreak, om dan dat calorietekort kleiner te houden. Dus hij viel nu ongeveer 1 kilo per week af, wat een supermooi tempo is als je het vol kan houden. Alleen in zijn geval ging dat dus niet en heb ik hem dus aangeraden om dat calorietekort dus te verkleinen. En dat calorietekort dus kleiner te houden, dan zal hij misschien eerder 1,5 kilo per week afvallen. Maar waarschijnlijk kan hij het dan op de lange termijn wel langer volhouden. En zijn die adapties, die negatieve invloeden, die zullen dus minder snel intreden doen, zeg maar. Een dieetbreak is dus een middel wat jij kan gebruiken om ervoor te zorgen dat jij op de lange termijn meer vet kan verliezen. En daar is het eigenlijk ook voor bedoeld. Als jij op een gegeven moment in een periode van vetverlies zit en jij zit nog niet aan die 12 tot 16 weken die wij maximaal aanraden per keer. Bijvoorbeeld jij zit op 8 weken, maar je voelt je kloten. Ja, je hebt honger, je voelt je futloos, vetverlies gaat niet meer zo snel. Je hebt bijvoorbeeld een vetverliesplateau geraakt. Dan kan je een dieetbreak toepassen als middel om ervoor te zorgen dat je daarna weer meer vet kan verliezen. En dat is ook waar het voor bedoeld is. En meestal raad ik dan 2 weken aan, maar het kan bijvoorbeeld ook een week. Het gaat niet om dagen, om een aantal dagen, dat gaat niet helpen. Maar een week tot 2 weken gaat echt wel helpen om ervoor te zorgen dat bepaalde processen binnen jouw lichaam herstellen. Dus dat jouw metabolisme een klein beetje omhoog komt, dat glycogeen in jouw lichaam aangevuld wordt, waardoor je je weer beter voelt. Er is een grote kans dat misschien dan toch nog een klein beetje vet verloren wordt in het begin. Maar dat jij je in ieder geval beter voelt. Fysiek, maar ook mentaal. Want op het moment dat jij 2 weken lang op onderhoud mag eten en je mag gewoon even meer eten en jij zit niet in een calorietekort, wat in essentie helemaal niet zo leuk is per se, ja, dan kan dat mentaal jou ervoor zorgen dat jij weer fris en fruitig kan beginnen na die 2 weken. En dat je op dat moment vanuit een hogere caloriebehoefte weer kan beginnen, fris en fruitig, om ervoor te zorgen dat je dan weer vet gaat verliezen. En daar is een dieetbreak of een dieetpauze ook voor bedoeld. Heb jij nou last van bepaalde negatieve invloeden en ben jij niet extreem lang aan het diëten, want dat is het probleem. Heel veel mensen die wij spreken, die diëten extreem lang. Dus die diëten veel langere periodes dan die 12 tot 16 weken. En die hebben dus eigenlijk stelselmatig die negatieve invloeden. En die voelen zich dus helemaal niet goed. Waarbij ze soms denken van ja, ik trek het allemaal wel en het is allemaal wel prima. Want ik probeer vet te verliezen, maar heel vaak lukt dat niet en hebben ze enorm veel negatieve invloeden. Terwijl ze dat zelf eigenlijk niet meer doorhebben. Zit je daarin, dan is een dieetbreak niet van toepassing. Dan moet je een veel langere onderhoudsperiode pakken om ervoor te zorgen dat bepaalde processen zich gaan herstellen. En dat je mentaal weer even alles op de rit krijgt en fysiek ook. Zodat je later eventueel, als je nog vet moet verliezen, ook dat vanaf een normaal punt kan doen. Alleen zo'n dieetbreak is meer voor de korte termijn. Dus zit jij ergens tussen de 0 en 8 weken... Misschien 0 tot 10 weken en voel jij je behoorlijk kloten, heb jij veel honger, al die andere negatieve invloeden die ik genoemd heb, dan kan je proberen om 1 tot 2 weken echt een dieetbreak te pakken waarbij je dus op onderhoudscalorieën gaat eten, om er daarna weer te gaan kijken of je dan vet wil verliezen en of je dat dan weer in een calorietekort gaat doen. Nou, zo'n dieetbreak is daar super handig voor. Heb je dus last van die negatieve invloeden en ben je dus niet langer dan 12 tot 16 weken aan het diëten, probeer dan eens zo'n dieetbreak en kijk hoe jij je na die dieetbreak voelt. En dan kun je daarna eventueel weer vet verliezen. Nou, dit was hem voor wat betreft dieetbreaks. Het is een handige tool die je toe kan passen op het moment dat je last hebt van negatieve invloeden van een calorietekort. Ik hoop dat je er iets van hebt geleerd. Heb je er een vraag over, post onder deze video. Heb je een andere vraag over training en voeding? of alles wat ermee te maken heeft, maar ook onder deze video. Stuur ons even een privébericht op social media. Vind je dit soort video's tof? Abonneer even op ons kanaal en druk op de notificatiebel. Dan krijg je altijd een melding als wij weer een nieuwe video uitbrengen. Er zijn er 2 per week op dit moment. Like deze video even, daar help je mij dan weer mee. En dan zie ik jou weer in de volgende video.